Beste vrienden, we zitten nog allemaal geplaagd door het coronavirus in ons kot. En wat doe je dan? Samen koken. En wij dachten bij de lijst, we gaan de mensen inspireren in wat eenvoudige, simpele, lekkere gerechtjes. Zelf zit ik thuis met 3 dochters en als ik aan iedere vraag, wat willen jullie eten? Dan moet ik zeggen dat comfortfood toch nog wel heel hoog op de lijst staat. Dus ik dacht, ik maak gewoon het, voor mij althans, het ultieme comfortfoodgerecht. En dat zijn balkjes in tomatensaus op mijn eigen manier. Ik maak mijn tomatensaus in de oven. Heel simpel, gemakkelijk, maar dat zorgt ervoor dat die lekker zoet wordt. Dus wat hebben we nodig? Een ovenschaal, tomaten. En ik gebruik daarvoor trostomaten. En uw tomaten, die snijden gewoon in 4 en je legt die erop. Wat ga ik daar nog bij doen? 2 shallotjes. Ook gewoon grof gesneden. Dat gaat er ook bij. 1 of 2 teentjes look, kies je zelf. Zo. En dan een beetje een geheim ingrediënt voor een lekkere tomatensaus, vind ik, is een venkel. En van die venkel mocht je alles gebruiken. Hè. Zowel het loof als uw venkel op zich. Ook gewoon in grove stukken. Dan gaan we dan natuurlijk nog kruiden. Daar mogen zo wat grote takken rozemarijn op van boven. Een beetje tijm. Grof zout. Peper. Mogen ook zelf kiezen. Ik gebruik meestal wat zwarte peper van de molen. En dan, onontbeerlijk natuurlijk voor een lekkere tomatensaus, is olijfolie. Nee, dat is prachtig. Ik ga deze, die schaal in de oven schuiven, 180 graden, ongeveer een half uurtje. Die tomaten die gaan plat worden, die groentjes die gaan gaar worden. We gaan dat door een zeef duwen en dan heb je gewoon de perfecte tomatensaus. Nu natuurlijk onze balkjes. Ik gebruik meestal rund, varkens gehakt, een mengeling. Ik doe daarbij van die Italiaanse kruiden, omdat dat toch zo'n beetje een Zuiderse toets geeft. En dat mag wel aan dat gerechtje. Ik ga daarbij ook wat pijnboompitten doen. Ik heb die al een beetje gegrild. Terug een beetje olijfolie erbij. En dan gaan we balkjes rollen, hè. Gewoon een pan op het vuur, olijfolie of boter erin, dat warm laten worden. En die balkjes die gaan we simpelweg bakken. Hè. Voilà, zo moet dat zijn, zie. Dit is het geheim. Dat is de jus van die tomaten, van die venkel, van die uien, dat we eigenlijk gaan door een zeef duwen om een lekkere tomatensaus te krijgen. En dan persen we eigenlijk met die soeplepel. En deze is echt de beste tomatenkoelie dat je kunt hebben. Hè. Onze balkjes. Het is natuurlijk nog altijd balkjes in tomatensaus, dus die gaan we erin doen. Hè. En dan het geheim van elke Italiaanse mama, om uw pasta natuurlijk de meeste smaak te geven, moet je die daar ook in doen, in die saus. Ja, als dat geen comfortfood is, dan weet ik het niet. Hè. Dan, als afwerking, als smaakmaker, ga ik daar nog zo'n beetje verse basilicum bij snipperen. Zo. Ga ik er ook bij doen. Wat ik daar ook bij doe, de meeste mensen gaan nu parmezaan gebruiken, maar ik gebruik van die vintage cheddar. Dat is heel lekker, dat smelt daar mooi onder. Voilà, en dan ga ik dat serveren op een mooie schaal, want het is niet omdat we thuis vastzitten, dat we ons eigen niet mogen soigneren natuurlijk. Die in die tomatensaus, die ziet niet super rood, hè, maar die ziet gewoon vol smaak. En dan ga ik dat afwerken met een lekkere kaascrème. Bovenaan, voilà, en dan heb je het perfecte comfortfoodgerecht. Dat is mijn versie van balletjes in tomatensaus. Ik ben benieuwd naar jullie versie. Keep safe en zorg goed voor elkaar. Salut!